een zondagmiddag liep ik hier om de boel een keer te verkennen. En ik liep het Oostbos in en ik zag gelijk die greppels, en dat waren karresporen. Dus dat vond ik al heel bijzonder, omdat je dan weer gelijk teruggaat in de tijd. Je moet je voorstellen, nu rijd je binnen een uur van Arnhem naar Harderwijk. Maar 400-500 jaar geleden deden de mensen dat wel anders. Toen waren het gewoon allemaal onverharde wegen van de ene Hanzestad naar de andere Hanzestad. En deze route maakte deel uit van die verbinding tussen de Hanzestad Arnhem en de Hanzestad Harderwijk. Het bos is spontaan ontstaan hier. De grond is nooit vergraven of geploegd voor bosaanleg. Dus dit is echt oorspronkelijke Veluwse maaiveld met sporen van een hele oude weg. Koning Willem III had hier een groot jachtgebied op de Veluwe. En omdat hij dat hele grote jachtveld goed wilde doorkruisen, heeft hij van kasteel Doorwerth naar Paleis het Loo in Apeldoorn een kaarsrechte weg aan laten leggen om te paard zeg maar van A naar B te gaan. En van oost naar west had hij zo'nzelfde weg. Zo kon hij zijn hele jachtrivier zeg maar doorkruisen. En dat is de aanleiding waarom we nu bij het Koningspad staan. Want bij de herinrichting van dit gebied heeft Heidepol besloten om ook die historische wegen gewoon weer in het ontwerp mee te nemen. Zo is hier het Koningspad op het oorspronkelijke tracé van die oude historische Koningsweg aangelegd. Dus dat is best wel leuk dat je Heidepol nu als begraafplaats ook een beetje de geschiedenis laat vertellen van hoe het vroeger was en hoe het gebruikt werd, dit terrein. Die beuken zijn in de eerste plaats al heel oud. Die zijn omstreeks 1860 geplant. Het markeert eigenlijk de grens tussen het vroegere Roosendaalse veld en het Papendaalse veld. Roosendaalse veld, dat behoorde tot de gemeente Otterlo, Ede eigenlijk. En Papendaalse veld was de gemeente Arnhem. Maar die eigenaar van het Roosendaalse veld, die wilde heel graag zijn bezit ook aan de mensen laten zien. Dus wat ga je dan doen om dat wat op te leuken? Ga je op je grens van jouw terrein, van jouw domein, ga je bomen planten. En dat deed hij wel over een lengte, tenminste bomen als beuk, die planten hij over een lengte van 18 kilometer. Het vertelt de geschiedenis van hoe een landgoedeigenaar vroeger met zijn terrein omging. We staan hier eigenlijk op de flank van het zogenaamde Papendal. 150.000 jaar geleden was er een ijstijd in Nederland, maar dat is op een gegeven moment gaan smelten. Dus er kwamen enorme hoeveelheden smeltwater vrij en dat zocht een weg van hoog naar laag. Het is gewoon een mooie kerf in het landschap, gevormd door het smeltende water. Ja, de geschiedenis is zo groot, er is veel meer van te vertellen. En ik nodig iedereen uit om zelf Heidepol te gaan bezoeken en Heidepol te leren kennen.